Ramon Dekker, Mike Tyson, Muhammad Ali, Yuri Mensa. Waar is de tegenstander tot nu toe? Ja, zoals het is. Ik denk toch Lima. Ja, ik stoor me eigenlijk niet aan, want ik laat jullie lekker zijn leventje leven. Ik denk dat ze alles beter doen, dus zelf staan ze niet eens in de ring, dus... Ik train twee keer per dag, s'morgens train ik hier in Breda, bij Golden Glory. En s'avonds train ik bij mijn schoonvader, Chef Weber, samen met Stef. Stef Muller, dat is mijn pets trainer. En dan ga ik ook sparren met die jongens, en hier spar ik met zo'n zwaardere jongens. Maar ik train twee keer per dag en dan doe ik nog lopen erbij. Soms doe ik één dag rust, net woensdag heb ik een dag rust. Want dan voel ik gewoon aan mijn lichaam dat ik overtraind ben. Ja. Je hoeft niet af te... In Japan heb ik makkelijk 70 kilo gehaald. Normaal was het wel eerst moeilijker, maar nu met goede begeleiding gaat het wel makkelijk. Ik had nog niet eens een sauna hoeven te pakken in Japan. Dus. Kraus, Lima, Boekau en die Sauer vooral. Maar Sato, gewoon een K1-match jongens nog wel. En van wie ik verloren ben, dus Lima en Sauer. Ja, Sauer vond ik niet terecht, maar ja, daar heb ik een andere mening over. Ja. Maar in ieder geval, de jongens waar ik van verloren ben, daar brand ik het meest op nog. Ik verwacht dat ik nummer geslopen. Dat verwacht ik. Uitgestopt. Als je je handen hoog houdt, slaak je op je lever of je milt eruit. Hou je ze laag, slaak je op je kaak eruit. En hou je ze allebei goed een scupje eruit. Tot de 30ste. Mixed fight is de baas.